Dit zijn de kenmerken van een boek en een duidelijke lezer. De ongelovigen zullen er spijt van krijgen dat zij zich niet hebben overgegeven. Laat ze eten en ervan genieten bedrogen te worden door de hoop totdat ze het leren kennen. En tot nu toe is geen enkele nederzetting verwoest, tenzij dit al specifiek in het boek is bepaald. Dus geen enkele gemeenschap kan het bespoedigen, noch kan het uitstellen. En ze zeggen, over wie wordt onthuld, je bent gek, want waarom breng je geen engelen mee als je eerlijk bent? Engelen worden alleen met de waarheid gestuurd, en dan worden ze niet uitgesteld, en wordt er een herinnering aan hen aangekondigd die bewaakt wordt. En het werd ook al eerder geopenbaard onder de oude secten, waar geen enkele boodschapper kwam zonder dat zij hem beledigden, omdat hij op zo'n manier de harten van zondaars binnendringt. Ze zullen niet in hem geloven, ondanks de voorbeelden van vroeger. En als de poorten van de hemel voor hen werden geopend en ze tijdelijk binnenkwamen. Zouden ze zeggen onze ogen zijn verbaasd. Integendeel, we zijn een betoverd volk. Hij plaatste de sterrenbeelden in de hemel, verfraaide ze voor de waarnemers en beschermde ze tegen de vervloekte duivels en als ze afluisteren, worden ze in dat geval met een duidelijke vlam neergeschoten. En hij spreide de aarde uit en plaatste er sterke bergen op. Hij regelde het zo dat alles er proportioneel op groeit. En hij geeft je alles wat je nodig hebt om te overleven, en jij bent niet de leverancier ervan. En er is niets dat hij niet bezit en naar jou stuurt, behalve in een bepaalde mate. En hij zendt de wind waarmee hij bestuift en laat vervolgens regen uit de hemel neerdalen die voor jou drankje is en die je niet opslaat. En hij geeft leven en dood en is de erfgenaam. En hij kent je voorouders en hij kent degenen die na jou zullen komen. En de Heer zal ze allemaal verzamelen omdat hij wijs is en weet. En hij maakte mannen uit aardewerk gevormde klei. En hij schiep de demonen al eerder uit de vlam van het vuur. En toen de Heer tegen de engelen zei: Ik zal een sterfelijke mens scheppen uit aardewerk gegoten klei. En als ik Hem de vorm geef en mijn geest in Hem blaas, buig jij voor Hem. En alle engelen bogen samen, behalve Iblis die weigerde te buigen. Hij zei: O oh Iblis, waarom heb je niet gebogen? Hij zei: Het past niet dat ik buig voor een sterveling die jij hebt gemaakt van aardewerk gegoten klei. Hij zei: Als je hier weggaat, verdreven bent. Ben je vervloekt tot de dag des oordeels? Hij zei: Heer, geef mij uitstel totdat ze zijn opgehaald. Hij zei: Je bent uitgesteld tot de reeds afgesproken dag. Hij zei: Heer, omdat ik ben afgedwaald, zal ik ze ook mooi maken op aarde en ze allemaal op een dwaalspoor brengen. Behalve uw eerlijke dienaren. Hij zei: Dit is het pad van mijn gerechtigheid. Jullie zullen geen enkele autoriteit hebben over mijn dienaren, behalve degene die jullie volgen vanuit de verlorenen. En de hel is de beloofde plaats voor jullie allemaal samen, waar er zeven poorten zullen zijn, voor elke groep een aparte poort. En de voorzichtigen zullen in het paradijs tussen de bronnen zijn, kom binnen in vrede, veilig. En de bozaardigheid zal uit hun borsten worden verwijderd, zodat ze samen goede metgezellen zullen zijn, zittend op banken tegenover elkaar. Ze zullen daar niet moe worden en er niet uit verdreven worden. Vertel mijn dienaren dat. Ik vergeef en ben barmhartig, maar mijn straf is een pijnlijke straf. En informeerde hen over de gasten van Abraham toen zij naar hem toe kwamen en zeiden: Vrede. Hij zei: We waren bang voor je. Ze zeiden: Wees niet bang, want we brengen je goed nieuws over de jongen, de kenner. Hij zei: Ga je mij gelukkig maken op mijn oude dag, en hoe zal dat mij gelukkig maken? Ze zeiden: Je zult echt gelukkig zijn, dus wees niet wanhopig. Ze zeiden: En wie wanhoopt aan de barmhartigheid van de Heer, behalve degenen die misleid zijn? Hij zei: En wat is uw opdracht over o boodschappers? Ze zeiden: We zijn naar een zondig volk gestuurd, behalve de volgelingen van Lut, van wie we allemaal samen gered zullen worden, behalve zijn vrouw, omdat vastbesloten was dat zij achter zou blijven. En toen de boodschappers bij Lut en zijn volgelingen kwamen, zei hij: Jullie zijn onbekende mensen. Ze zeiden: Integendeel, we zijn gekomen met betrekking tot waar ze over discussiëren. We zijn met de waarheid gekomen en we zijn oprecht. Neem je volgelingen mee in de stilte van de nacht, en volg ze achter je en laat niemand van jullie keer terug en gaat verder waar jullie bevolen wordt. En het besluit werd hem aangekondigd dat de wortel hiervan bij zonsopgang zal worden afgesneden. En de blijde burgers kwamen naar hen toe. En hij zei tegen hen: Dit zijn mijn gasten en breng me niet in verlegenheid in hun bijzijn, wees voorzichtig voor God en schaam me niet. Ze zeiden, hebben we de wereld niet verboden om naar jou toe te komen? Hij zei: Hier zijn mijn dochters als je iets van plan bent, terwijl ze dronken rondliepen. En bij zonsopgang trof een aardbeving hen, zodat alles op zijn kop stond en er een regen van bepaalde stenen op hen viel. Hierin staan de borden voor mensen die op verkenning gaan. Aangezien ze zich nog steeds naast een drukke weg bevinden. Hierin is een teken voor gelovigen. De kolonisten van het struikgewas waren ook zondaars en daarom werden ze vernietigd. Ze liggen ook naast een drukke weg. En dus verwierpen de bewoners van het steenachtige land ook hun boodschappers, Ondanks de tekenen die aan hen waren geopenbaard en waarvan zij zich hadden afgewend. En ze hakten huizen uit in de bergen, denkend dat ze veilig waren, maar een aardbeving trof hen bij zonsopgang, en wat ze uit hun bezittingen hadden vergaard, hielpte hen niet. En nog de hemel, nog de aarde en wat zich daartussen bevindt. Zijn geschapen, behalve met de waarheid. En het uur is onvermijdelijk, en vergeef hen daarom, met zachte vergeving, want de Heer is de schepper en weet het. En er zijn zeven herhalende citaten en een grote reader aan u gepubliceerd. Richt je blik niet op datgene waarvan zij mogen genieten, treur niet om hen en wees vriendelijk voor de gelovigen. En zeg: Ik herinner u er duidelijk aan. Zoals werd verklaard aan de verdelers, aan degene die het boek in cijfers verdelen, en aan wie de Heer zal ondervragen over wat ze hebben gedaan. Verklaar daarom openlijk wat u is opgedragen te doen en wend u af van de deelnemers. Je wordt geholpen ten opzichte van de beledigers, van degene die naast God andere goden hebben opgericht. Daardoor zullen zij de consequenties daarvan leren kennen. En ik weet dat wat ze zeggen een druk op je borst is. Dus prijs de Heer en buig voor Hem, en dien de Heer totdat het zekere komt.